Leclerc, Fernando Alonso en Nico Hulkenberg en bij de tuin van La Source in bocht 1. We zagen dat Alonso de dreun meekreeg op het rechte stuk voor... Tijdens de neutralisatie om het circuit vrij te maken. De neutralisatie hier via... Evacueren van Charles Leclerc, Fernando Alonso. Hulkenberg nam Vettel de leiding over in de combe van Lewis Hamilton. Perez op de derde positie, vierde Ocon, vijfde Max Verstappen. Ericsson, Sebastian Stroll, Ricardo Hartley, Sainz, Bottas en Van Doorn zijn de 16 automobielen in de wedstrijd. En die Raikkonen moet ook binnenkomen voor zijn bandenwissel. En de achtervleugel bij Daniel Ricciardo is ook aan flarden gereden. Oui, effectivement, des problèmes pour Daniel Ricciardo. On voit changer un élément de sa voiture. C'est la même chose pour Raikkonen qui a subi une crevaison. Et les trois autres, Leclerc.